Muziek maken is het enige wat mij echt altijd gelukkig maakt. Waar ik echt vrolijk van word. Waar ik mijn ei in kwijt kan. En waar ik voldoening uit haal. Daarom wou ik een consortium gaan doen. En vanuit huis uit heb ik meegekregen dat het maakt niet uit hoeveel geld je verdient. Je moet iets doen waar je gelukkig van wordt. Omdat je het gewoon 24/7 moet doen. In het begin van de opleiding was ik echt helemaal... Yes, ik ben er. Ik heb het consortium gehaald. Ik kan niet meer gestopt worden. We gaan er nu voor. En het, vanaf nu gaat het van een leien dakje. We zijn er. Nee, dat ging niet zo. Toen ik op het consortium kwam, kwam ik er vrij snel achter dat er nog veel meer andere mensen waren die dus ook hun geld willen verdienen met de muziek. En die op bepaalde vakken veel beter zijn dan jij in bepaalde dingen, maar wel op jouw instrument. En omdat ik in eerste instantie wat een ander kon, ja, dat moest ik ook kunnen. Anders was ik niet goed genoeg. Ik kan nog steeds niet alles. En ik heb nu mezelf erbij neergelegd dat ik ook niet alles wil kunnen. Want dat is simpelweg niet mogelijk. Althans, voor mij. Ik heb geaccepteerd dat het niet, dat het dus niet mogelijk is om overal de beste in te zijn, om alles te kunnen. En daarbij ben ik ook in de accepterende fase. Dat het niet erg is om af en toe te falen, om op je bek te gaan. Ook omdat er dus gewoon mensen zijn die er wel weer uitsleuren. En mensen zijn die je willen helpen. Ook al faal je af en toe. Dat heb ik het afgelopen jaar geleerd en daar heb ik juist als persoon zijnde heel veel van geleerd. Waardoor ik veel meer plezier heb kunnen terugvinden in het muziek maken. Waarvan ik veel meer van dingen kan genieten. En daarom, give me per.